Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, en ik wens jullie weer van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en het is vandaag vrijdag. Het is vandaag 15 maart. En het is... Hoe laat leven we, Karin? Hoe laat leven we? 17 over 1. 17 over 1, zegt Karin. Nou, dan weten we dat ook weer. Dat ik heb Karin dus aan de telefoon, zoals jullie wel zien. Dat... Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Frodo die huppelt wat heen en weer, maar ook dat moet kunnen. En Astrid die komt vanmiddag. Ik had naar fysiotherapie gemoeten, maar ik ben lekker niet gegaan. Nee, want ik had knallende koppijn nog eigenlijk. En dan wil er eentje erin. Dat zullen we even binnenlaten. Dat is meneer Kandalf. Oh nee, andere deur. Ik ben een deur verkeerd. Hij zit achter de deur. Hij heeft een plakje worst gehad, maar dan moet hij eerst wachten, want ik moet eerst even de bakje pakken. Zo, even haar bakje. De beestje die moet... Pop. Nou, dan doen we de andere deur open. Ja toch? Nou, kom dan maar, ouwe semelaar. Ja, wat is er dan? Hé, hey, wat is er dan? Kom dan. Kom maar. Ja, nou, dat gaan we met Roderick ook eens een keertje doen. Dat is mijn beloofd, dus dat komt ook goed. Nou... Als Gandalf of Frodo of Eowyn op mij af komt lopen, dat ik die achteruit kan laten gaan. Ja, want ik weet niet meer hoe ik dat moest doen. Hij heeft het wel gezegd, maar ik weet het niet meer. Nee, helemaal niet. Nee, geeft ook niet. Helemaal niet. Daarom komt ook goed. En ik word iedere keer wazig. Dat vind ik ook niet leuk. Miauw! Nou wil hij eruit. Ja, bel Hamel. Bel Hamel. Kom dan, ja, moet je niet de avondje gaan doen? Kom. Kom dan. Doei. Hé? Ja, doei zeggen we dan. Hé, ja. Maar, jij had gevonden, Karin, dat we nou de avondvierdaars op een andere manier moeten gaan doen, hè? Ja, dat is dus, weet ik veel, ja, dat klopt. Ja, ik weet ik niet meer hoe en wat. Hé, hey, nou, en dat kan u allemaal opzoeken via Facebook. Ja, weet ik. Komt ook wel. Het is nog geen juni. En dat is ook rondom mijn verjaardag, dus ja. Ja. Maar ja, komt allemaal goed, of niet dan? Ja hoor. Zo, ik heb mijn koffie ook al. Zo. Mam, ik ga weer ophangen, Roos thuis. Oké, groetjes aan Roderick. Oké, doei doei. Zo, dat was dus Karin. Ja, die belde mij al op vanochtend en toen was ik nog boven druk bezig. En ik zei, nou, ik bel je wel terug als ik weer beneden ben. Maar toen had ik het druk, want ik moest Frodo zijn wc schoonmaken. Ik moest nog naar de deka. Daar heb ik nou allemaal al gedaan, dus ja. En ik wou dat mijn hoofdpijn maar eens zakte. Ik heb hoofdpijn. De achterkant. Ja, dat is niet prettig. Maar oké, ik kan de pret verder niet drukken. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is prachtig mooi weer. Het waait nog wel hard, maar het is minder hard dan het van de week geweest is. Dus ja, het is nou prachtig mooi weer hier al. Het zonnetje schijnt, de hemel is blauw. Behalve daar niet. Daar is het sluierbewolking. Maar hier al is het blauw. Ja.
Dus ja, echt wel mooi. Nou, lieve vrienden, geniet ervan. Ik zeg de platers achter die komt, dus ja. Vanmiddag wordt er niet 1, 2, 3 gevlogd. Kom vanavond weer. Ik zou zeggen, doei doei! Ja, lieve vrienden, ik ben er weer eventjes. Astrid die staat al buiten te roken. Maar ik wil jullie wat moois laten zien. Jullie weten dat ik van Corrie een amaryllis had gekregen. Nou, hij is uit. Ja, er is een bloem uit. Zo mooi. Laat hem jullie even zien. Hoe mooi is dat? Hij is echt mooi, hè? Ja, die moet nog. Maar ik vind hem heel mooi. Rood met, ja, crème, gele, wat is het? In ieder geval, hij is heel erg mooi. En ik ben daar heel blij mee en heel zuinig op. Ja, natuurlijk moet je dat wezen, hè. Als je wat van iemand krijgt, moet je er zuinig op zijn, vind ik. Ja, het is druk in de straat. De ene komt, de andere gaat. Maar oké, maakt niet uit. Wat wij vanavond gaan eten, nou jullie wisten al een gedeelte. De witlof heb ik even overgegooid in een andere pan. Wat kleiner, er komt dit keer een sausje ook bij. Vlees heb ik ook al klaar, zit in de soeppan. Het is straks denk ik nog even aardappelpuree maken. En dan kunnen we straks weer lekker eten. Ja, we hebben een smoothie gegeten ook. Heerlijk. Dat komt allemaal goed, ik zou zeggen. Lieve vrienden, geniet nog verder van jullie namiddag. En voor straks smakelijk eten. Doei doei! Ja, lieve vrienden. Oh, het licht. Even het lichtje aan. Zo. Nou zit ik weer in het zonnetje. Frodo die is lekker aan het eten. Kandel die zit achter de deur. En daar zit Eeuwen lekker te eten. Ja. En natuurlijk hebben wij het er lang alweer op. En Astrid die is alweer naar huis. Ja. We hebben lekker gegeten. Het was weer overheerlijk. Ik weet mijn eten wel klaar te maken, dacht ik zo, want anders smult ze er niet zo van. En ik zelf trouwens ook niet. Maar oké, het is, wordt dan aardig wat donker. Ja, buiten is het nog lichter eigenlijk dan in huis. Dat ik heb de lichten al aangedaan. Kaarsjes die branden, maar die heb ik toch altijd al wel aan. En ja, ik ga zo meteen even medicatie innemen. En ik ga even lekker niks doen. Eventjes tijd voor mezelf. Ja, er is een leuke serie op televisie bezig. En die ga ik eventjes kijken. Dr. Quinn heet dat. De eerste vrouwelijke arts destijds die toen bestond. Daar was er iedereen zo op tegen. Dat een vrouw werkte. Nou, het mag hoor. Ik vind het heel goed dat ze dat heeft gedaan. Krijg je niet meer bij, kerel? Ja, toch. Kom eens hier. Kom eens. Zo. Krijg je weer beter bij. Hé? Zo onder die kast, dat gaat zo moeilijk, hè? Lekker eten, man. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En ik zou zeggen tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik had naar bed toe willen gaan. Maar in plaats van dat ben ik weer met een bakje koffie even bezig, omdat ik wel even nog een beetje helder moet blijven. Want deze meneer is zo stout. Ja, hij legt er nou op, meneer denkt slim te zijn. Maar kijk, dat bloed is hem toe. Dus ja, dat ik moet hem dus behandelen. En ik heb al een schaar klaargelegen, de tandeuzen heb ik al klaargezet. Dat gaat dus weer wat af. Ik krijg weer een halve kale staart. En dan moet ik, ja. Hij ziet er niet uit. Ja, en dan wil hij naar buiten, maar hij gaat niet meer naar buiten. Nee. En jij ook niet, Kandalf. Nee, dat, ik ga mijn stoel pakken. En dan een bakje koffie inschenken. En dan ga ik eerst mijn koffie genieten. En dan zal ik hem aanpakken. Ja, want dit kan zo niet. En dan eindelijk een beetje. Dus ik zal morgen lekker even uitgeslapen met die jodokus.
En dan morgen verder even kijken. En dan zo het verder beleven. En dan hoop ik dat ik eindelijk de vlogs op mijn computer kan zetten. En dat ik weer wat kan uploaden naar YouTube toe. Ja, en voor nu zeg ik welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!